De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Autogarage Oldhof Jurrensen. Goedenavond, welkom bij Raadsplein, het politieke programma van Hoi TV. Vanavond over de toekomst van het Nationale Park de Sallandse Heuvelrug. Met als gasten Jeroen Piksen van de provincie, Wim van Ommeren van het IVN en Marian Freeriks van de Wilgeweerd, maar ook een beetje namens ondernemend Hellendoorn. We gaan eerst even kijken, want we gaan het hebben over op weg naar een stimuleringsagenda voor de Sallandse Heuvelrug. En we gaan eens even kijken, die Sallandse Heuvelrug, die kennen we natuurlijk allemaal. Maar hoe wordt die gepromoot door Staatsbosbeheer? Een filmpje. Welkom bij het buitencentrum Sallandse Heuvelrug van Staatsbosbeheer. Tot ziens op de Sallandse Heuvelrug. Meneer Piksen, u bent van de Provinciale Staten van Overijssel. Voorheen was dat park, dat nationale park, de bevoegdheid van de provincie. Waarom is nu de gemeente Rijssen-Holte en de gemeente Hellendoorn de verantwoordelijke? Nou, wat het geval is, in het jaar 2000 is het gebied de Sallandse Heuvelrug door het Rijk aangewezen als nationaal park. Ja. En ten tijde van de bezuinigingen in 2010 zei het Rijk, wij heffen dat op. Dat bestaat eigenlijk niet meer voor ons. En toen is aan de provincies in Nederland gevraagd of ze de nationale parken wilden overnemen. En de provincies, waaronder ook Overijssel, hebben dat geweigerd. En gezegd, wij gaan het beheer niet overnemen. We zien dat niet als onze taak. Maar we willen wel projectmatig blijven financieren. Toen zei het Rijk, ja, dan moeten de gemeenten hun plicht maar doen. Want ze hebben ook het meest economisch voordeel van die gebieden. Dus als zij het belangrijk vinden, investeren ze er wel in. Het is op die manier eigenlijk een beetje afschuiven. Afgeschoven. Er wordt ook wel gezegd over de schutting gegooid. Vindt u dat eigenlijk ook? Ja, eigenlijk vind ik dat wel, ja. Ja, het is, ja. De nationale parken zijn eigenlijk een beetje wezen geworden. En ook de Sallandse Heuvelrug daarmee. En nou zijn er nog meer mensen actief in dat gebied, want ook Staatsbosbeheer, natuurmonumenten. Ja. Wat is de rol, hoe is die verhouding precies ten opzichte van die parken? Nou, in Nationaal Park, de Sallandse Heuvelrug, die naam is overigens altijd wel blijven hangen. Ja. Dan heb je dus Staatsbosbeheer, natuurmonumenten en particuliere eigenaren die tezamen het gebied beheren. Vormen. Ja. En ook in feite beheren. En op dit moment betaalt de provincie nog 170.000 euro per jaar voor onderhoud en projecten. Oké.
Dan ga ik naar de twee betrokkenen. Van de week is er een plan besproken in de Wilgeweerd. Om na te denken over een visie van hoe moet die Sallandse Heuvelrug er nou uitzien. Mensen uit Holte-Rijssen en uit onze gemeente. En daar is gefantaseerd over hoe in de toekomst dat nationale park eruit moet gaan zien. U zit er vanuit het IVN. Wat is voor u allerbelangrijkst? Natuurbeleving. Natuurbeleving. En u als ondernemer, sportliefhebber, niet alleen maar ook ontwikkelaar van allerlei evenementen? Mm-hmm. Ja, natuurbeleving is één ding, maar natuur kun je op heel veel verschillende manieren beleven. Dus van van rust, zeg maar, tot echt actief, heel sportief. En nou, met name dat laatste, daar dat gebied zijn wij volop bezig. Dus we kijken gewoon wat is toeristisch gezien interessant, wat is vanuit evenementenoogpunt interessant. Ik denk dat dat ook heel prima naast elkaar kan. Want je hebt allebei heb je voor ogen, tenminste zo zie ik het, van dat je de natuur zeg maar centraal stelt en dan kijkt wat is daarin mogelijk, wat is daarmee mogelijk. Ja. Dus naast de rust, dus ook actief. We hebben net dat mooie filmpje gezien, waar prachtige dingen gebeuren. Mm-hmm. Wat zou er dan nog, dan wordt er gevraagd om het gebied nog meer te stimuleren. Er komen hier al heel veel mensen, er gebeurt al heel veel. Mm-hmm. Wat moet er dan nog meer gebeuren? Nou, op dit moment, gebeurt er al heel veel. En ik denk dat het goed is om dat ook goed in kaart te brengen en te kijken van nou, op welke thema's willen we onszelf profileren als gebied. Ik ben heel erg van mening dat je dat gezamenlijk moet doen. Dat je niet moet zeggen als Hellendoorn van nou ja, we hebben een aantal survivals of survivalachtige evenementen. Maar kijk eens naar het hele gebied. Waar leent het gebied zich voor? En hoe kunnen we dat gezamenlijk thematisch op de kaart zetten, zodat het nou, heel zoiets duidelijk wordt. Zoiets als Stroomwinderen en de Diepe Hellen. Ja, maar dat zijn allemaal evenementen zeg maar, ja. die ervan uit, die kijken van nou, wat kun je in het gebied, hoe kun je daar gebruik van maken. Maar dat is ook kenmerken van het gebied. Het leent zich voor heel veel sportieve activiteiten. Maar op die manier kun je het ook naar buiten brengen. Van, nou, het is een prachtig gebied om actief te recreëren. Survivalachtige dingen te doen. Maar je moet het met elkaar doen. En je bent met elkaar ben je maar ook nog, ja, bij elkaar maak je elkaar sterk, zeg maar. En zo kun je jezelf in Nederland en daarbuiten profileren. En maar dat u als natuurman, bijt dat elkaar niet? Dat u denkt, al die activiteiten die er in dat bos gebeuren en in die heide, hoe kijkt u daar tegenaan? Ik begrijp uw vraag, maar dat hoeft niet, sorry. Ik denk dat het belangrijk is dat je moet kijken naar zonering. Hè? Dus daar waar het kan, de flanken. Ja, daar kan legt u even uit, wat bedoelt u precies met de flanken? Nou, dat zijn de zijkanten, de gebieden, randen. De randen, ja, de gebieden waar nu al veel activiteit is. En de rustgebieden midden in het gebied, in het park, ja, die moet je zeker met rust blijven laten. Dan moet je de natuur moet je daar behouden en rust gunnen, want dat is denk ik heel belangrijk. Maar daarbuiten kan er wel degelijk het een en ander worden ondernomen, dat denk ik wel. En wat bedoelt u met het een en ander? Nou, bijvoorbeeld die sportieve evenementen. Ja. Maar goed, daar moet wel goed naar gekeken worden. In goede samenwerking met elkaar. Dat het goed is afgestemd. En dat het niet een overkill wordt aan evenementen. Hè. Dat er ieder weekend iets te doen is. Dat ik denk wel niet. Dat er wat af en toe wat rust en wat ontspanning in zou mogen. Hoe maar kijk dat, u daar tegenaan? Nou, ik vind het wel een uitdaging om economie en ecologie met elkaar te verbinden. Ja. En ook de belevingsfactor wordt gewoon steeds belangrijker. Wat bedoelt u precies met beleving? Nou, als je in het gebied bent, je ook daadwerkelijk kunt beleven. Het zij in de vorm van outdoor, het zij in de vorm van wandelen, sportieve evenementen. Zonder dat je daarmee het gebied geweld aan doet. En als er nou één ding niet belevingsvol is, dan is het wel het Korhoen. Wat gemaakt heeft dat er heel veel van het gebied is afgesloten en feitelijk ontoegankelijk is gemaakt. En niemand ziet ooit een Korhoen. En we kunnen die Korhoen niet beleven, we mogen niet in het gebied. Nee. Dus ecologie en economie. Maar Korhoen zit wel in het logo van het park, hè? Ja, dat is wel het zinnenbeeld geworden. Ja. Maar we moeten ons wel de vraag stellen of dat reëel is. Ja. En het blijkt niet zo te zijn. Nee. We komen later in de uitzending nog terug op die Korhoen. Ik ga even naar die avond, hè. Er kwamen wat dingen naar voren. Wil u allebei eens reageren? Ik heb gehoord, er moet een schaapskudde komen. Ben ik voor, vind ik geweldig. Ja. Dat geeft beleving en dat is goed voor het onderhoud van de heide. En die moeten komen. En ja. Er werd ook gesproken over een toeristische route, kaarten, dat die allemaal verbindingen met elkaar hebben. Ja. Maar wordt het dan niet één grote borden gedoe in die mooie natuur, al die bordjes?
Nou ja, ook daar moet je dus met elkaar over nadenken, dat het geen overkill weer wordt. Hè. En ik denk dat het belangrijk is, je hebt nu dus het toegangscentrum, het buitencentrum, dat je dat als eerste toegangspoort ziet, maar dat je daarna ook een soort satellietparkeerplaatsen creëert, waarvan uit allerlei routes kunnen worden gelopen. Was ook mensen van gehandicapte platform waren aanwezig, die zich zorgen maakten of je nog wel overal bij kon komen. Houdt u daar ook rekening mee? Ja, u zegt natuurlijk ja, maar hoe concreet dan? Ja, dat kan ik zo nu niet zeggen. Dan moeten we daar verder op ingaan. Dan moeten we met die groepen gaan praten in overleg en kijken wat de mogelijkheden zijn. Nee. Het is wel heel mooi gezegd door meneer Van Ommeren dat er ook satellietparkeerplaatsen moeten komen. En we hadden een hele mooie bij het uitzichtspunt. Ja. En dat is dichtgegaan. En wat zou nou mooi zijn als we dat opnieuw weer zouden kunnen gaan gebruiken? Want wat is gebleken toen men het is gaan opheffen, dat 80% van de mensen die daar parkeren kwam nooit verder dan 500 meter van die auto vandaan. Vele mensen willen het gebied zien en beleven, maar dichtbij blijvend. Ja, ja. En dat kan op een aantal plekken, bij de Lichtenberg en ook in Haarlem, daar kunnen die satellietparkeerplaatsen heel goed gedijen. Dat lijkt me heel goed. Die parkeerplaatsen die kwamen ook regelmatig aan de orde, hè, op die avond in het deelgebied. Ja, en wat even nog over de verbindingen, want een overkill aan boord. Laat zeggen, je hebt een route hier in Hellendoorn, je hebt een route op de Limmerenbergen, want dat hoort in feite ook bij de Sallandseheuvelrug, route in Rijssen. Wat is er mooi, zeg maar, bijvoorbeeld mountainbike routes, dat je die aan elkaar verbindt, dat je als mountainbike gewoon een lange route kan rijden. Ja. Dat veroorzaakt niet meer een overkill aan borden, want borden zijn er al. Hè. Alleen dat stuk ertussenin, dat neem je ook mee, zodat het gebied gewoon zeg maar aan elkaar verbonden wordt. Ik denk dat daarin, er is al heel veel, maar als je dat op, door bordjes of wat voor manier GPS. Ook aan elkaar verbindt, zeg maar, ja, GPS. Of GPS kan inderdaad, geen bordjes meer nodig. Ja, dan kun je er al veel meer mee. Oké, maar als al die plannen dan zeg maar ten uitvoer gebracht worden, komt daar dan enige coördinatie in? Zoals het nu gaat, is iedereen doet wat. En dat schept wel een bepaald beeld. Ik denk dat onze gemeente heel erg bekend is vanwege allerlei sportieve activiteiten, maar ook vanwege onze natuur. Ja. Nu hoor ik een beetje van, nou, we moeten wel wat dingen coördineren. Ja. Wie moet dat dan gaan doen? Nou, vanuit Marketing Oost en dan met name Salland Marketing, zeg maar, die daaronder valt, daar wordt ook hard aan gewerkt. Yeah. Met name op het hele gebied inderdaad te promoten. Daar is, nou, met name voor buitensport is dat nu een thema en dat willen ze dan inderdaad de Sallandse Heuvelrug als gebied waar je buitensport prima kunt bedrijven. Dat willen ze eigenlijk kijken van wat zijn de mogelijkheden en hoe gaan we dat promoten. Yeah. Van zich. Dus vanuit daaronder zeg maar, zitten de toeristische bureaus per plaats, per gemeente. Dus in Rijsselholte zit iemand, in Hellendoorn zit iemand. Die werken nu ook en al meer samen. Die werken met elkaar samen. Ja. Okay. Dus dat is belangrijk, zeg maar, dat op lokaal niveau dus eigenlijk al samengewerkt wordt. Maar dat ook dan daarover op regionaal en op provinciaal niveau, dat het inderdaad gepromoot wordt. Ook. En dat het ook verbonden wordt. Ja. Dat er geen dubbelingen zijn. En zoals meneer zegt, dat je ieder moment een evenement hebt. Nou ja, laat zeggen, iets moment, maar dat evenement elkaar dat niet in de weg niet overlappen. Overlappen, inderdaad. Ja. Ik heb gehoord dat er een kabelbaan moet komen. Is dat wel zo'n goed idee? Mijn natuur. Ik vind het een lumineus idee. Ik vind, je zet het wel op de kaart. En het is in het grensgebied buiten het Nationaal Park. Het is alleen vanuit het centrum naar het bezoekerscentrum. Naar het dus je verbindt. Ja, naar het paspoort. Goed dus idee. Je verbindt. Ja, ik laat zeggen, zo'n brainstormen, dan moet je gewoon niet laten begrenzen door dat wat niet kan of wel kan. Maar gooi het er maar in. En nou, fantastisch idee. En of het dan ooit duidelijk zover komt. Maar het is wel een alternatieve manier vanuit het dorp naar de pixen. Wat vindt u daarvan? Nou ja, wat van groot belang is dat we een hele goede aantrekkelijke verbinding krijgen tussen de Paaspoort en de, laat ik zeggen, als Nijveral de Budde. En of dat nou gaat met paarse fietsen of met een kabelbaan. Het gaat erom dat Nijveral een groot en mislepend project weer krijgt. Ja. Okay. Tunnel is af, reg is af. Nu moeten en nu we een daar kabelbaan. Nou, en nu een uitkijktoren. Ja, nu moeten we daarmee aan de slag. Dat past wel prima, het gebied. Ja, hè? Vergezichten. Waar zou die dan moeten komen? Ja. Dat is niet zo moeilijk.
Volgens mij, dit is een oude plek. Dit is een prachtige plek waar nu de parkeerplaats was. Ja. Voor de tijdelijke parkeerplaats voor de tunnel. Ja. En in dat gebiedje, dat is in feite een beetje niemandsland. Dat zou een prachtige plek kunnen zijn voor een belvedere, zoals het dan heet. Ja. Hè? En wie, dan vragen we natuurlijk altijd, en wie gaat dat betalen allemaal, die mooie plannen? Kabelbaan, uitkijktoren? Nou, wat van groot belang is, is dat je een horizon hebt van 20, 30 jaar. En we dachten ook geen geld te hebben voor de reg, en we dachten geen geld te hebben voor het combiplan. Het is er wel gekomen en voor goede plannen is uiteindelijk altijd geld beschikbaar. Maar het is ook zo natuurlijk dat als die plan, hè, als wij met een goed plan komen met elkaar, dan wordt dat ook gefinancierd. Dat is ook de bedoeling van die stimuleringsagenda. Dus om plannen te hebben en die in te dienen. En dan komt er ook geld. Dan komt er ook geld. De provincie er ook geld in steken. Ja, dat is het idee erachter. Ja. Dus dan hoor ik kabelbaan, ik hoor een klimbos, hoor ik ook, heb ik ook over gehoord. Nou, ik denk wel dat als we wat dingen aanpakken, dat we moeten kijken van wat is onderscheidend. En met alle respect, ik vind een klimbos op dit moment niet meer onderscheidend. Nee. Dan moet het wel echt al zo bijzonder zijn. Maar goed, op zich prima dat dat soort dingen geroepen worden. Maar uiteindelijk zeg maar, je hebt heel veel ideeën en dan kijk je echt van wat past bij het gebied. Wat is rendabel? Waarmee onderscheid je van anderen? Okay. En dat is belangrijk. Ook nog, maar dat is de laatste over dit onderwerp. Afsluiten van de toeristenweg wordt weer ter discussie gesteld. Ik hoorde zelfs iemand die zei, we moeten dat asfalt eruit gooien en leggen er net als vroeger een beetje steentjes in. Ja. Dat je er een beetje voorzichtig. Wat vindt u van dat plan? Ik ben voor. Helemaal voor. maar u niet, hè? Nou ja, laat ik zeggen, het is nu al best wel beperkt open. En dat vind ik oké. Ik mag zelf heel graag, als ik naar de A1 ga, toch even dat als sluiproute gebruiken. Ik geniet er enorm van de uitzicht daar. Ja, dat is fantastisch. Ja. Maar dan wordt er gezegd, als je nou gewoon daar gewone stenen neerlegt en dan gewoon gras over laat groeien, moet je wat rustiger rijden. Maar u vindt het niks. Nee, helemaal geen optie. Want we waren zo blij begin jaren 60... dat het verhard werd. En met name als je die weg rijdt met ouderen. En je moet dan hobbelend over de stenen. En het vindt het door de kuilen in de gaten. Je moet wel een overlevingspakket meenemen. Ja. Dat moeten we niet doen. Maar het ook wel ietsje rechter zijn. Het is een geweldige toeristische trekker. Dat moeten we absoluut behouden. Maar wel met enige restrictie voor de openstelling is nog Goed. Ja. Ik ga naar een paar. Ik ga dit afronden. Maar ik ga even een paar actuele politieke zaken voor u neerleggen. En graag uw reactie daarop. Alle drie graag kort, nee, mee eens. En eventueel één zin waarom u het er mee eens bent of niet. Grote straat moet gewoon de grote straat blijven zoals die altijd was. Dat is de karakteristiek van Nijverdal. Eén rechte weg van twee richtingsverkeer. Ten dele, maar wel meer groen erbij. Twee richtingsverkeer, maar wel blijven ontwikkelen, verfraaien en aantrekkelijk maken. Oei, voor mij mag die ook afgesloten worden. Mag afgesloten worden. Maar hij mag voor mij, dat hadden we van tevoren, een lange rechte weg mag blijven. Windmolens, niet doen. Dat is een aanfluiting voor dat nieuwe park. Oh ja, voor mij mogen ze komen. Ja? Ja hoor, ja. Ik denk dat er betere alternatieven zijn voor windmolens. Dat we daar goed naar moeten kijken. Oké. Niet per definitie nee, maar er moet wel draagvlak zijn. Maar we moeten ook tegen elkaar kunnen zeggen, we willen allemaal groene stroom. En dat kan niet door alleen maar hier nee te roepen. Ja. Ik had het net al over de Korroen. Ik las een tweet van u. Daar stond schapen erin, in het Sallandse Heuvelrug. Korroen eruit en de toeristenweg open. Nou, u bent er natuurlijk mee eens, maar wat is uw mening? Ja, het Korroen is natuurlijk een icoon en het wordt nu kunstmatig in stand gehouden. En het zou mooi zijn, maar goed, daar is tijd voor nodig. Wanneer die ammoniakuitstoot en stikstof, wanneer dat minder zou worden en het Korroen echt op een natuurlijke manier zou kunnen overleven. Maar dat kan nu niet, dus moet daar een noodmaatregel worden genomen en dat is deze. Deze is? Zweedse korhoenders. Voor hoeveel 25 geld? Stuks per. Voor hoeveel geld was dat ook weer? Ja, dat weet heel ik niet. Veel dus geld. Ik wil hier nu niet over 900? Geld praten. €95.000 per jaar voor 20 Zweedse korhoenders. Groene 5 jaren is nu gereserveerd. Ja. Als ik mag kiezen tussen korhoen en schaapskooi, dan kies ik voor de schaapskooi. Ga je voor de kudde. Ja. Glasvezel, zo snel mogelijk allemaal eraan. Want dan kan iedereen in onze gemeente
hooi zien. Ja. Ja, maar de mensen moeten meedoen. En dat is nog niet helemaal het geval. Ja, ik denk vooral voor het buitengebied dat dat lastig is. Dat daar, hè, mensen moeten daarvoor betalen, denk ik, extra. Is het niet? Ja. Dus dat is nou wel een ding natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar ik ben wel voor. U bent voor? Ja. Faillissement Bureau Toerisme, dat is nou weer iets waarvan je denkt, hè, waarom, hoe kan dat nou? Ja, het is uiteindelijk het resultaat van gebrek aan goede samenwerking. En soms heb je een donderbui nodig om weer tot een klare lucht te komen. En in dit geval is dat zo. Oké. Okay. Ja, ik ben heel tevreden met wat er nu komt, zeg maar. En dat ik is? De Marketing Oost en dan een klein bureau voor toerisme gewoon in Enschede. En ik denk dat we nu eindelijk voldoende profijt kunnen trekken van het feit dat we op de grens zitten en dat aan beide kanten dat we, zowel van Saland Marketing als het Twents Bureau, dat we daar volop van mee profiteren, zeg maar, en mee kunnen samenwerken. Voedselbank, ja. Helaas nodig in onze gemeente, maar gedreven door een heleboel vrijwilligers. Heel goed dat de leerlingen van Reggestein deze week les kregen van een politicus die daar een gastles gaf. Goed idee? Ja, heel belangrijk, want leerlingen leren spilling tegen te gaan. En leren ook dat iedereen van een mooie hoge positie tot bijna de goot kan belanden en aan een beroep moet doen op de voedselbank. Goeie zaak. Ik sluit me volledig aan bij mijn buurman meneer Pikse. Ja, ik heb er ook niks op toe te voegen. Daar kun je Oké. Mag ik u allemaal bedanken en mag ik u allemaal bedanken voor het kijken naar deze uitzending. We sluiten af met een column van Henk Koster, opgenomen door Rijke Pot en gemonteerd door good old Henk Koster, een oud vrijwilliger van deze omroep, toen nog de LOH. Lege stemlokalen voor het referendum. Dat had ik het liefst gezien. Voor het eerst in mijn leven heb ik niet gestemd. Niet omdat ik het te ingewikkeld vond. Bij gewone verkiezingen moet je nog over veel meer dingen nadenken. Maar wel omdat ik geen zin had om te reageren op een stel politieke hooligans die de Oekraïne misbruikten om hun hekel aan Europa te kunnen botvieren. En ook, en vooral, omdat ik het nut van een raadgevend referendum niet zie zitten. Als je gestemd hebt, weet je nog niks. De overheid kan er alle kanten mee uit. De kans dat de nee-stemmers tevreden gesteld worden is heel klein. En de Geen Pijlmatroos heeft al aangekondigd dat we nog op veel meer referenda mogen rekenen. Over vluchtelingen, over grenzen sluiten en weet ik wat niet meer. Hoe vaak moet ik straks voor Jan Doedel naar de stembus? Voor 40 miljoen euro per keer. Ergens heb ik gehoord dat Burgerbelang in onze gemeente ook een referendum wil over windmolens. Ik kan het niet laten en denk nog even door. Straks mogen, moeten we ons nog uitspreken over eenrichtingsverkeer op de grote straat, over meer subsidie voor de sport of voor de cultuur, of voor een betere betaling voor de mensen in de zorg. Want een referendum kun je houden over bijna elk raadsbesluit. Is het referendum wel zo'n goed idee? Ik twijfel ernstig. Bij de oude Grieken in Athene liep het helemaal uit de hand toen er geen leider meer was en de burgers in de volksvergadering achter elkaar tegengestelde besluiten namen. Op een zeker ogenblik mochten generaals, admiraals enzovoorts niet langer dan 10 dagen in functie blijven. De ene generaal stuurde het leger op pad, de andere haalde ze prompt weer terug. En Rutte mag het onmogelijke dilemma oplossen. Gehoor geven aan de nee-stemmers, terwijl er eigenlijk al niks meer veranderd kan worden. Er klopt gewoon iets niet. Wie de besluiten neemt, is ook verantwoordelijk en kan erop aangesproken worden. Maar ons referendum is lekker vrijblijvend. Wij hebben een mening en de overheid redt zich er maar mee. Maar goed, als je het doet, doe het dan goed. En geef de burger dan ook een echt referendum, waarmee je werkelijk zelf beslist en ook de gevolgen zelf moet dragen. En zolang dat niet zo is, mogen van mij de stemlokalen leeg blijven.